Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is Mario Pina's voor Su vandaag. Klik op de link, abonneren en abonneer. Het is Mario Pina, politiek. De derde dag van de betoging. Durf u te praten? Hebt u de intro? Vergeet niet te klikken op abonneren en abonneren. Mario Pina's voor Su TV vandaag. En ik zit hier naast Omro. En ja, hij wil vandaag iets opmerkelijks aan de kaart brengen. En dat de bevolking ook moet weten. En het is gericht naar, ook naar de overheid. Om wat verandering te brengen in een bepaalde situatie. Hij zal zelf uitleggen wat dit is. Goedendag, land en volk. De reden dat ik hier zit vandaag is om het navolgende. U kent mij als woordvoerder van de daklozen. En u weet dat er hier een Caricom-conferentie gehouden werd. Op een goed moment moesten de daklozen van hier verdwijnen, koet richting AK Stadion. Waarbij ik de autoriteiten, met name de DC, heb gevraagd. Sana Ashou. Probeert men hier de mannen weg te halen in de stad, zodat de buitenlanders zouden zien dat we geen junkies en zwervers hebben in Suriname. Ze willen de gasten op één punt hebben waar alle eten en alle auto's en iedereen naar één plaats gaat. Dus één centrale plaats, dat is AK Stadion, van 8 tot 5. En men zou dan gaan werken aan de registratie van de mannen, zodat ze hun ID-kaart konden krijgen, hun moneycarta en hun dochterskaart. Wat schetst mij de verbazing, we zijn maanden verder. Caricom is weg. En je hoort nou, er is geen materiaal voor ID-kaart. Niemand is nog geregistreerd. Noma no masa sarepsa sareka moneycarta en noma no masa sareka datrakarta. Als het nog niet zat is, heb ik mij laten vertellen op AK Stadion zelf door de jongens dat de beheerder of het bestuur van AK Stadion heeft bepaald dat men onherroepelijk vandaar moet verdwijnen, men moet weg vandaar. Ik weiger te geloven dat de autoriteiten me weer genaaid hebben door mijn oor aan te naaien en mij te vertellen van dat men daar een centrale plaats wilde hebben en dat het niet met Caricom te maken, met die Caricom gasten te maken hebben. Want Caricom, gue, nou de man gue, ik van betak. Ja, maar hij elke keer DC, minister, regering, akkoenkoen heb je weer mijn idee. Kom takkie. En broeder, ga je vragen om mijn woorden niet te biepen hoor. Alsjeblieft. Toch? Akkoenkoen heb je weer mijn idee bij de regering. Dat we draai den zwervers koko. We zijn geen zwerver geworden omdat we het eens een keertje hebben gewild. Vrouw Minowanta Osomoro Motron zwerver. De economie van een land maakt zwervers. Ik ben moe dat jullie zitten te draaien als een drol in een pispot om deze mannen hun zaken te doen. Eén ding ga ik u wel zeggen. Als de Bosland Creolen in het verleden ten tijde van meneer Misikaba en meneer Boutersen huizen hier konden occuperen en ze kregen de eigendomsrecht. Weer het ja, regering, kom leg je uit. Abigi gebouw die op drappen zijn in gebruik. Wekare presidentieel gebouw, paleis. Maar occuperen gaat aan de man. Mie opbroken op gaat aan de man. Of hoekhuis, of een van de overheidsgebouwen die hier staat, dat niet gebruikt wordt waar belastinggelden wordt betaald. Zo niet deze. U mag mij verwachten heel binnenkort, want ik kom vanmorgen weer bij van u vandaan. Ik probeer u te bereiken al een tijd en hij lukt. En ik kan niet thuis bij u komen, want daar doet u geen zaken. Toch? Als het in een ander jasje gestoken moet worden, DC, ik kan beginnen met uw boord, zo mogen hangen. Alle de mannen op apparaat hier op de kont naar die serviscommissariaat. Dan bekijkt u het. En met politie of militairen gaat u ons niet vandaar weg krijgen. Er is op tak minder dan zwerver. Tierilijk midden. En ik gewoon Shigong was, Shigong er. En een bedreig me, leg hoe uit was aan die nakondera. Zij kon weer medekbaren. Hoe nee, orde. We hebben al een f***ing probleem.
We proberen een oplossing te vinden en jullie maken dat strandprobleem groter. Huh? Zitten die mannen van de hak naar de tak te slenteren? Wat is het gemakkelijkste visit de maatorie? Ik heb u gezegd, jullie hoeven geen verblijfplaats voor daklozen te hebben. Geef die mannen een uitkering, geef ze hun vrije geneeskunde, geef ze een ID-kaart. Dan kunnen ze verdomme hun werk gaan zoeken en een kamertje huren. Maar als dat terugwerpen voor doet, dat wil zeggen, je wil dat ding in stand houden. En laat me je vertellen, elke week krijg ik 2-3 nieuwe daklozen hier. Ik word moe. Ik ben geen dakloze geworden om professor, meester in de daklooskunde hier te zijn. Of koning van de daklozen of president van de daklozen. Ik wil verdomme ook mijn zaken doen, zodat ik van hier op donder. Toch? Het wordt tijd dat jullie je werk gaan doen wat ik doe. Want toen heb je mij op dat k***loorok waren. Journalisme begint op beep me woord toe. Want ook een president heb k***loorok. Me begiara. Mensen, sorry. Tak mi tak zo. Maar am mo po. Na mam ik mi toe. Am mam ik mi toe. Nu weet ik, Bavere, het komt goed. Het komt goed, het komt goed. Ik heb gezien, het is verdomme goed geworden. De president reed naar huis en naar het werk in 5 Land Cruiser Prado's van 200.000 US. De president gaat naar huis met 100 miljoen US en komt terug aan het werk met 100 miljoen US op 4 wielen. En wij, die hier op de bodem zitten onder de slipper van hem en zijn vrouw, moeten scheiden. Akon Sarmiere. If uno do ansa no, usap tak eskalasyo kono wera. Mi ano de ma se kong lekho jas. Nogo pip mi wortu era kai me beg yara. Oom Rome is een beetje verhit over deze situatie. Er moet verandering komen en er moet een oplossing komen voor de daklozen. Dat ze een plaats hebben waar zij kunnen blijven. En dat ze ook de papieren worden geregeld. De ID's, etc. Moneycard, dokterskaart, etc. Dus, overheid, luister naar deze meneer die op dit moment natuurlijk heel erg boos is. Natuurlijk, ik ben al 6 jaar bezig te vechten met die materie. Het is niet mijn werk, het is werk van de overheid. Ik ben zelf ook een dakloos, ik slaap hier op een brug. Ja. Ik heb zelf die overheid nodig, maar ik moet het werk doen van de overheid en ik word niet betaald. Ja. Ik moet straks wanneer ik klaar ben met je interview moeten gaan kijken hoe ik 125 bedel om te gaan eten. Ja. Ja. Dit was Su TV vandaag. Groetjes. Ja, dat is allemaal takkie to talk. Hoe kan ik het op hier?